Het is een slagveld in de zeefdrukkerij van Nol van Beek. Het familiebedrijf is failliet. Je stampte de machines en dat was eigenlijk het mooiste geluid wat ik altijd kon horen als ik boven zat. Dat de machines gewoon lekker aan het draaien waren. Nu is het stil in de werkplaats. De werknemers zitten thuis en de drukmachines zijn weggehaald. Deze plaatjes, hier zijn wij elke dag mee bezig geweest. Hier hebben de persen volop mee gedraaid. Hollandse molens op Hollandse klompen, ja, die over de hele wereld zijn gegaan uiteraard. Het is net handgeschilderd, maar wij zeggen altijd handgeplakt. De Chinezen kunnen de souvenirs goedkoper maken. En die concurrentie, daar kan het familiebedrijf niet tegenop. En dus lopen toeristen straks rond met Hollandse klompen made in China. Ja, ik vind het eigenlijk wel een komisch verhaal. Alleen ja, het is ook wel een stukje van onze ondergang. De ondergang van een familiebedrijf. 80 jaar ambachtelijk vakmanschap. Vroeger gingen we natuurlijk al wel eens mee naar de zaken. Toen we wat groter waren natuurlijk gewoon helpen. Want je vrat er ook van mee. En zo is Nol in het vak gerold. Af en toe zit hij nog in het kantoor. Op de plek waar zijn vader vroeger ook altijd heeft gezeten. Het laatste zetje wat we gekregen hebben om toch over de rand van de afgrond te vallen is ja, de economische crisis. Waardoor ook ja, het gewone andere werk toch 25-35% is teruggelopen. En ja, dat konden wij niet meer redden. Dus toen was het afgelopen. Het bedrijf is in handen van de curator. Het faillissement dringt langzaam door. Nol heeft hier niets meer te zoeken.